De ASO van deze week rijdt op de A16 en komt net van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Er lijkt niets aan de hand te zijn, maar dan wordt deze vrachtwagenchauffeur plotseling vanaf rechts ingehaald door de roekeloze bestuurder van een Seat Leon. In plaats van zich te schamen na deze doldrieste actie, vindt dit haantje het blijkbaar nodig om nogmaals zijn onvrede te uiten door bovenop zijn rem te gaan staan. Dat is zijn tweede levensgevaarlijke actie en dat binnen slechts enkele seconden. Volgens de inzender vond de ASO zijn inhaalactie met de vrachtwagen te lang duren, waardoor hij toen maar besloot om via de vluchtstrook in te halen. Daarmee bracht hij in de ochtenddrukte niet alleen zichzelf en de dashcammer, maar ook het achterliggende verkeer in gevaar. Vond je dit nou een leuke video? Neem dan eens een kijkje op ons gloednieuwe dashcam kanaal. Zie de link in de beschrijving of aan het einde van deze video. Oh, 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 oh. Godverdomme!